Hallo kijkers, het is weer eens tijd voor de Rode Duivels. De wedstrijd tegen Marokko is helaas niet zo afgelopen zoals we allemaal gehoopt hebben. Nu hebben ze nog maar een kleine kans om nog verder te komen in het toernooi. Ze moeten winnen tegen Kroatië. Als ze niet winnen, liggen ze eruit. Dus ja, het wordt een heel erg moeilijke taak en we zullen nu wel zien of ze wel een kans maken of niet. Dit wordt heel erg spannend. Kleedkamer voor Kroatië. En hier hebben we de Belgen. De Rode Duivels mogen dan beginnen. Hier meteen al misschien een kans voor Hazard. En de bal is nu voor Kroatië. Oh, er is al een fout gemaakt. Wat? Nu al een rode kaart. Maar ik wil zien in de herhaling wat er gebeurde. De tackle. Ja. En dan moeten de Rode Duivels al met 10 man verder spelen. Dan gaat het wel heel erg moeilijk worden voor hun. Want het is ook een van hun beste spelers. Ja, de Belgen moeten winnen als ze verder willen komen in het toernooi. Oké, hier een kans voor de Belgen. Onana, dat is buitenspel, jammer. Ja, wel duidelijk. Hier hebben we Kroatië. En Belgen onderscheppen de bal weer. Hier nog een kans. En de redding. Hoekschop. Denk de eerste in de wedstrijd. De Belgen spelen wel goed, ook al zijn ze met nu met man minder. Misschien nu een kans om een goal. Nee. Nu is misschien de beurt aan Kroatië om iets te doen. Meunier. Ga pas naar Lukaku en Lukaku schiet, maar de keeper redt. Hier zien we de supporters. Oké, Hazard. Pasen. En nu misschien, nee. We krijgen alweer een hoekschop. Weer een voorzet. Die is niet goed genoeg. En was nog even een schietkans. De Belgen zijn nu al heel erg dicht bij het doel. En nu, ze kunnen nu binnenhouden. Maar we gaan rusten. De score is nog steeds 0-0, dus hopelijk gaat dat veranderen in de tweede helft. Hoe kans voor Kroatië in ze scoren? Ja, nu is het wel bijna onmogelijk, denk ik. Want is de Belgische speler met een man minder. En ze moeten winnen, dus. En Kroatië staat nu voor. Het is heel erg mooi afgewerkt en Courtois kan er niet bij. De Belgen blijven rustig voor nu. Hier weer een kans om voor Kroatië om de score te verdubbelen. En Courtois redt gelukkig. Hier misschien weer een kans voor Kroatië. Ze hebben het voordeel dat ze met man meer spelen nu. Nog een inworp. Op een gevaarlijke positie. En we krijgen ook een wissel. Vida gaat erop komen. En bij de Belgen is er ook nog een wissel. Dat is dan Van Naken zeker. Ook nog een kans voor dus, Kroaten. En ja, ze maken hem niet af. Ze halen er wel een hoekschop uit. Nu de tegenaanval van de Belgen. Die bal is niet zo heel goed. Maar Lukaku kan hem er nog bij. En nog steeds aan de bal Lukaku. En nu misschien Hazard. En Hazard maakt de gelijkmaker. En ze hebben niet heel veel tijd om nog één doelpunt te maken, maar ja, ze staan nu al gelijk, dus ze hebben nog een kans. Heel erg mooi afgewerkt van Hazard. Kroatië deed nog een wissel. Hier misschien nog een aanval van de Belgen. Oh, jammer. Maar Lukaku probeert de bal weer te onderscheppen en dat lukt hem. Naar Onana. Geblokt. En ja, nu is de kans voor Kroatië om iets te doen. Nog een laatste aanval van Kroatië en ja, dit was de wedstrijd. De Rode Duivels spelen hier gelijk. En als dit een echte wedstrijd zou zijn, dan liggen ze er nu ook uit. Dus ja, het is jammer, maar ja, het is echt niet echt een WK voor de Rode Duivels. Maar ja, het was een leuke wedstrijd en ik hoop natuurlijk in een echte wedstrijd dat de Rode Duivels winnen. Het balbezit was wel veel meer voor België. Maar goed, ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.